Maar toch is wel mooi, want u denkt, is dat toeval? Ja, het is een beetje toeval. Ik wist niet precies of de gewaardeerde collega's zouden komen, maar innovatie ziet wel als eigen ook. Ik zei net al, ik denk dat we realiseren, en zeker die hier zitten zullen dat doen, dat de wereld waar we in zitten in ongelooflijk tempo aan het veranderen is. Wat technologisch mogelijk is, is ongekend. Data-revolutie, robotisering, wat allemaal gaat betekenen, niemand weet het precies. Eén ding weet ik wel. Als bedrijf zeggen, laten we in plaats van ons te verzetten tegen verandering, laten we het omarmen en laten we gaan kijken wat het kan betekenen vanuit onze rol in de samenleving, hoe we dat kunnen vertalen naar nieuwe businessmodellen. René, ik kijk jou even aan. René Vrijdag, CEO van KNAP. Dat is een van onze nieuwe businessmodellen waar we eigenlijk zeggen, de visie die we hebben. Wij stellen klanten in staat om zelf financiële keuzes te maken, laten we het ook vertalen als een businessmodel. Het mooie van KNAP, ik ben echt trots op KNAP. Een waanzinnig goed product is waar ik als klant op dagelijks van niet. Dus toch, laten we nou geen geld proberen te verdienen aan die producten, maar laten we geld proberen te winnen als businessmodel in de transformatie van kennis. Dus KNAP, klant eerst, dan bank. En laten we proberen klanten te helpen om zelf financiële keuzes te maken. Eigenlijk elke klant heeft zijn eigen bank. En voor degene die bij de borrel dat willen doen, u kunt mijn telefoon kijken. En u kunt van de laatste maand zien dat ik ongeveer 15 tot 17 totaal verschillende alerts van KNAP heb gekregen. Wat mij helpt om beter mijn financiële zaken te managen. Een stukje innovatie. Naast KNAP hebben we een ander initiatief, omdat we ook geloven dat in een wereld advies toegankelijk moet zijn, en advies best wel duur is, zijn we begonnen met een bedrijf dat heet iOpen. En daarmee proberen we op een digitale manier, op een goedkope manier daardoor voor klanten, advies voor iedereen toegankelijk te maken. Ander voorbeeld. Het derde voorbeeld van innovatie, wat ik zou willen noemen, is een Facebook Insure Kroedel. Bij de essentie is, wat is de essentie kun je verzekeren, dat je met elkaar probeert bepaalde risico's te delen. En als kijk je naar een jonge generatie, hoe die daartoe bereid is om gemeenschappelijk zo'n verzekering af te sluiten. Het idee erachter is ook, en als je dan een claim hebt, dan moet je dat posten. Want ja, je vrienden ga je toch niet proberen te bedotten. Dus eigenlijk zou je verwachten dat de claims ook omlaag gaan. Dus dat is de manier waarop wij als Egon toch proberen midden in deze samenleving te staan en van innovatie gebruik te maken, de mosten en behoeften van onze klanten. Ik vind het waanzinnig mooi dat we die combinatie van wonen, waar we een rol in spelen, en innovatie hier vandaag terugzien in hopelijk een zeer inspirerende presentatie van Kent Larsen. En ik realiseer me dat u echt voor hem gekomen bent en niet voor mij. Dus ik stop hier nu, het woord weer aan Hella en dan kunnen we snel naar de keynote speaker.